Ja, het is goed. Ik ga me houden aan het verkeer. Is goed. Prima. Nee, ik ga proberen. Nee, sorry, dat moet ik anders zeggen. Ik ga zeker weten geen boete krijgen, oké? Prima. Is goed. Dag baas. Doei doei. Let's go. Vroom vroom. In mijn mooie wagen scheur ik door het land. Zit ik weer in de problemen, heb een hekel aan Duitsland. Oh, dit is zo creepy. Let's go, vrachtwagenchauffeur. Ik ben nu adviseur. Met een goed humeur, Vincent chauffeur, Ik mag dit niet gaan verpesten, dames en heren. Ik mag dit zeker niet gaan verpesten. Ik moet mijn best gaan doen en dat gaan we zeker doen. Want we gaan namelijk suiker vervoeren van Oostenrijk naar Slowakije. Slowakije? Kent u dat niet? Slowakije? Ik heb er zin in, ik hoop jullie ook. Ik heb mijn stuur weer gereed. We gaan geen boetes krijgen. Ik heb het beloofd aan mijn baas. We gaan gewoon ons best doen. Ik zet mijn webcam een beetje anders, want hij staat nu op mijn dashboard. Heel erg gevaarlijk. Jullie kunnen meerijden met mij op in de vrachtwagen. Ik ga mijn vrachtwagen starten en dan gaan wij eens even kijken op die mapkaart. Ik ga eens even kijken, waar gaan we heen? Wij moeten hier een bocht maken. Oh, mijn hele stuur zit los. Heeft mijn baas er niet naar gekeken? Hier kan ik ook niet heen. Ik zit gelijk al klem. Ik ga naar achter en dan gaan wij even de andere kant op sturen. Ik denk dat dat een beetje beter is. Het zonnetje schijnt zoals je ziet op mijn gezicht. Het is lekker weer. Het is overdag. Het is gelukkig niet dat Nederland weer dat we een beetje tussen de regen en de sneeuw zitten. Alsjeblieft. Nee, het loopt dood. Meen je dit nou in het begin van de vrachtwagenchauffeur Vincent aflevering? En gelijk gaat het mis. En oh shit. Oh shit, nu moeten we achteruit rijden. Dat lukt mij niet. Oh chips. Oh shit, wat gaat er gebeuren? Oh, wat doe ik? Wat doe ik? Wat doe ik? Wat doe ik? Oh. Gaat het goed? Ja, dit gaat goed. Zeker weten. Ik. Oh, lekker is dit, zeg. Oké, ik ga hier maar draaien. Ik weet niet hoe mijn vrachtwagen staat. Hij staat heel erg vervelend. Oh, dat was een mooi bochtje. Oh, het zonnetje schijnt fel. Maar kijk, je ziet niet eens meer of ik een wit t-shirt aan heb. En nou, gelukkig dat jullie me wel goed zien. Sorry, meneer de buschauffeur. Maar ik heb geen boete, want u let niet op. U rijdt tegen mijn vrachtwagen aan. Dus ik voel me helemaal goed. We gaan hier naar rechts in de rotonde. Gelukkig zitten wij in Oostenrijk en gaan wij naar Slowakije. Slowakije. En in Slowakije gaan we dus wat suiker vervoeren. En dat suiker dat wordt gebruikt in de Slowakije koffie. En het is groen licht. Nou, zomaar voor het eerst. En suiker is slecht voor je. Ja, het zit overal in limonade, in de koffie. Nou, het ligt eraan of je suiker in je koffie neemt natuurlijk. Ik ga hem gelijk te hard. Die mag je maar 50 keer met de buur. Goed dat ik oplegd. Hè? Goed dat ik even heb gebeld. Ik mag hier 90 trouwens inmiddels. Dus we gaan even keihard het gaspedaal ingedrukt houden. Maar onze hele vrachtwagen zit vol met suiker. Suiker, suiker. En nou, toevallig heb ik ook een suikerroom. Maar zoals ik al zei, suiker is niet goed voor je. Maar als je het maar een klein beetje iets van neemt. Weet je wel? De zon, ik ga een beetje afschermen. Oh! Oké. Ik wist dat ik het al ging verprutsen. Die zon scheen te veel in me. Ik heb een excuus. Ik heb een excuus. Hoe gaan we dit doen? La 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 la. Welkom terug mensen bij deze aflevering. Het ging even een beetje de gekke kant op. Ik liet me even gaan, maar ik ga me nu concentreren op de weg. En nu gaat het goed komen met de suiker. In ieder geval, de suiker is van suikerklontjes naar suiker gegaan. Dat scheelt dan weer, denk ik. Ik bedoel, hè? Je hoeft het niet meer fijn te malen of ergens voor het gebruik als je het in taart doet. Ik weet niet of je maakt iets, een cake. Of, ik weet niet waar je de suiker voor gaat gebruiken. Maar in ieder geval, als je het in de koffie doet, is het ook veel makkelijker en zo. Dus ik zie het als een voordeel dat ik de suikerklontjes op een aparte wijze
gekleineerd heb, eigenlijk, om het zo te zeggen. Ik was heel brutaal tegen die suiker. Doe dat even normaal. Toen waren ze helemaal gekleineerd natuurlijk. En het staat weer rood. We zijn nog steeds, ik weet niet, godsnaam niet waar we zijn. Of we nou nog steeds in Oostenrijk zijn, dat zal best. Maar we moeten naar Slowakije. En kom op, ja, hij is groen. We gaan eens kijken op de map waar we zitten. Want ik heb mijn vrachtwagen dus even naar de makelaar moeten brengen. En die makelaar zei wel eens even van, nou, we gaan eens even kijken wat we voor je kunnen doen, meneertje Vincent. We gaan dus deze weg af. En dan zijn we al, hier zijn we al bij Bratislava. En dan gaan we hier de grens over, zoals je hier ziet. Leuk. En dan komen we aan bij Slowakije. En dit is natuurlijk een hele drukke stad, merk ik al. Een hoop auto's. Maar wat ik nog niet heb meegemaakt, en nog nooit in al die 39 afleveringen, dat is een file. En misschien moet ik er achteraf wel blij mee zijn, omdat je dan sowieso bijna te laat kan komen. Ik kom nu al bijna te laat op mijn, voor de levering van de suiker. Maar ik heb het nog nooit meegemaakt dat er een file was of zo op de weg. Op de snelweg of zo. Je weet, het zou wel gaaf zijn als ik het een keer meemaak. Ik heb het altijd gezegd. Ik zou het heel graag willen meemaken. Maar het is nog nooit gebeurd, dames en heren. Zo, kan je het voorstellen als een oude opa achter de vrachtwagen zit, hè? Ik weet niet hoe oud. Ja, ik denk dat je sowieso met pensioen gaat als je 65 bent. Maar het zou toch gaaf zijn, zo'n hele oude vent met zo'n grote baard en zo'n vieze oude opgeplakte snor ziet zitten, weet je wel. Dat is toch fantastisch. Hier gaan we naar links toe. En nou, kijk, ik zag hem aankomen, de vrachtwagen. Dus ik wacht heel even op mijn gemakje, heel rustig. Mijn haar ziet er naar uit, ik weet het. Ik heb net lekker gesport voordat ik in de vrachtwagen ging. We mogen hier 50 kilometer. Dus vandaar dat mijn haar misschien een beetje er raar uitziet. Maar daar moet je maar niet aan storen. Ik moet me in ieder geval wel op de weg focussen. En ik hoop dat jullie dat met me meedoen. Dus die facecam hoef je helemaal niet naar te kijken. Dat staat er gewoon voor de lol. Nou ja, word je ook sowieso niet vrolijk van als je mijn facecam ziet. En we komen nu inmiddels weer op de snelweg. Motordefect. Meen je dit? Ik ga gewoon doorrijden. Weet je nog vorige keer dat we het gewoon tot het einde hebben gehaald met een defecte motor? Ik vind het goed. Ik ga gewoon keihard deze uitdaging aan. Ik bedoel, moet je kijken op de M? Hoe ver moeten we nog gaan reizen? Nou, we zijn er zo. We zijn bijna de grens al over, dus het gaat heel snel. Ik denk dat ik hier naar de linker rijbaan moet. Ik weet het niet zeker. Zullen we het maar gewoon doen? Oh, er zit een auto links. Kom, rijden. Goed zo. Dankjewel, rode auto. Je hebt zojuist je eigen leven gered. En misschien dat ook wel voor mij, maar ik denk vooral jouw leven. En hier gaan we weer naar rechts toe. Of het nou echt een snelweg is, weet ik niet. Ja, we komen heel rustig langs. Koetjes! Oh, wat lief! Kijk, zijn ze kwispelen. Het zijn net hondjes. En, oh, mijn ding is nog aan mijn richting aanwijzen. Ja, mijn haar ziet er niet uit. Ik weet het, mensen. Oh, ik moet uitkijken. Ik deed het gordijntje weer open, want het werd wat donkerder in mijn cabine. Ik heb ook helemaal geen lampje in mijn cabine, hè. Ik zit hier gewoon, als het donker is, is het gewoon donker. Het zij het zo. Mijn motor is defect en ik hoop dat mijn baas niet boos wordt. Ik heb hem net nog aan de lijn gehad. En nou moet ik het nieuws vertellen van, oh ja, ja, nou ja. Ik heb iets gedaan. Het was niet goed, maar ik heb er wel voordeel uit gehaald. Dat is zo raar. Hier is trouwens de grens. We rijden het snelweg. En hier mag je 80 km per uur. Dus ik moet een klein beetje remmen. En jullie weten het dat ik een gasblokje heb. Klinkt zo raar. Ik heb een pedaaltje onderin. Hè. Jullie zien het niet. Maar bij mijn voetjes zit een pedaaltje met twee dingetjes. Er zit gelukkig geen koppeling bij. Gelukkig, dat is dit ding. Hallo? Ja. Oh, mijn ruitenwissers gingen spontaan aan door de koppeling. Maar in ieder geval, ik heb maar een gas- en een rempedaal beneden. Dus het komt helemaal goed. En is dit al de file? Is dit de file waar ik over sprak? Oh, we hebben een file! Ik weet niet of ik dit een file moet noemen. Maar volgens mij zit er weer een zondagsrijder achter het stuur. Of inderdaad zo'n bejaarde opa, wat ik zei, die in de vrachtwagen zou kunnen zitten. Zit dus achter het stuur van een auto. En nou, vooruit, ik ga wel even op de remmen. Ik bedoel, ik mag geen boete meer krijgen. Ik moet het goed doen. Ik heb het beloofd aan mijn baas, zoals iedere aflevering. Ik weet het, Vincent. Ik zeg het te vaak. Maar ik moet het ook gewoon een keer mijn beloving nakomen. En dat heb ik al een paar keer gedaan, hoor. Als jullie de serie hebben gevolgd, dan weten jullie het. Dat ik ook gewoon heel netjes kan rijden. Voor een minuut. En dat maakt niet uit. Maar ik heb nog nooit eigenlijk gefaald, denk ik. Ja, misschien ja, net wel. En nu heb ik een defecte motor. Wie weet, als ik nu op het gaspedaal druk, dat die niet meer vooruit komt. Maar
Ik moet elke keer remmen en gassen. Jongens, rijd nou eens door. Ja, er is ook geen stoplicht, weet je wel. Het is echt weer snel, oké. Okay. Die hebben gewoon geen stoplichten. Die doen daar gewoon niet aan, weet je. Die doen gewoon een stopbord. En een stopbord dat vertelt... Dat maakt gewoon de keuze van... Moet ik stoppen? Ja of nee? Het is je eigen keuze. Make your choice. Nou ja, en die motor... Nou, die auto... Ik moet er langs, hoor. Dit gaat te lang duren. Als die ook weer gaat stoppen... Jongens, even toeteren. Kom op. Laat niet iedereen voor. Jij moet ook een keer voorrang nemen. Kom, nu is er niemand. Nou, rij je. Dan ga je nog iemand doorlaten. Nu. Rij je. Rij je. Kom op. Hè? Uit het niets gaat hij in één keer. Oké. Okay. En nou de hoop dat er niemand tegen me aanrijdt. Oh. Waarom doen ze zo? Oké. Okay. Ik hoop dat ze me nu... Laten ze me gaan? Ja, ze rijden niet tegen mijn vrachtwagen aan. Oh. Ik ben er heel blij om. Ik ben er reuze blij om. Ze kunnen niet rijden. En ook niet in slow. Kunnen ze ook niet rijden. Maar ik denk dat we als we op de M kijken dat we er al bijna zijn. Ik denk dat we zijn bijna in Bratislava. Bratislava, jongens. En een snelheidsboete natuurlijk. Dat kan er nog bij. Ik heb me toch al verziekt deze aflevering. Ik kan het niet meer doen. Ik kan het niet meer goed herstellen. Ik weet het. Het is trouwens een hele korte aflevering, mensen. Ja, ik kan er niks aan doen. Ik heb er van alles kunnen maken. Maar dit was nou eenmaal een kleine vracht. En suiker is, dat hoeft ook niet lang onderweg te zijn. Ik bedoel, suiker ga ik niet vervoeren van Nederland helemaal naar Slowak. Hey, dat lijkt me heel raar. Nou kom, gassen. En thank you very much. En we gaan hier naar links en de volgende gaan wij naar rechts. Dus ik ga vast naar de rechterbaan. En dan staat het op rood. Het zou heel mooi zijn als deze op groen springt. Maar natuurlijk niet, moeten wij weer op de remmels. A la playos de remmels. Op de rodos moet hij op groenos. Hij gaat van oranjos naar groenos. En hij gaat niet gasos. Maar wij kunnen hier naar rechtsos. Zo, laten we hier eens even gaan. En rechter aangekomen. Komen wij aan bij de... Yes, we hebben een nieuwe truck dealer ontdekt. En dit is inderdaad een weg waar ik nog nooit op ben geweest. En we gaan hier naar links. En dan komen we aan bij... Ik kan het niet goed lezen. Is het speed? Sped? Ik weet het niet. Maar in ieder geval, we hebben het gehaald. Tot zekere hoogte. Waarom doe ik mijn... Oh, we moeten natuurlijk wel netjes doen. Zal ik hem naar achter rijden? Ik vind het wel leuk. We hebben het lang niet gedaan. En aangezien ik het helemaal verprutst heb deze aflevering... Gaan we gewoon... naar achter rijden. Oké, let op. Let op, jongens en meisjes. Dan gaan we deze truck naar achter rijden. Ja, gaat het goed komen? Yeah! En voilà! Suiker geleverd vanaf Wien naar Bratislava. We hebben voldoende gescoord. We hebben wel heel weinig XP hierdoor. Ik merk dat we wel binnenkort een langere vracht moeten doen. En dan beloof ik ook dat we dat zeker gaan doen nog in de aflevering. Want dit was een hele kleine vracht. Hè? Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet geen like te geven en te abonneren. Binnen van het scherm zijn we volgende keer terug met een nieuwe vrachtwagenchauffeur Vincent. Houdoe!